Zo, Mark Teunissen, na een nachtje te slapen, hoe kijk jij terug op die sprint van gisteren? Ja, het was weer chaotisch. Ik denk dat het goed is dat Biniam wel een relatief veilige sprinter is die hem niet door gaatjes gaat drukken waar dat eigenlijk niet meer kan. Want anders dan had het er heel anders uit kunnen zien, denk ik. Vandaag is natuurlijk een nieuwe kans. Hoe pakken jullie het aan? Het is wel een moeilijke dag. Vluchters ook een kans misschien? Ja, daar begint het eigenlijk mee. Hè. Het zou natuurlijk voor ons wel fijn zijn als er niet te gevaarlijke groep wegrijdt. Maar ja, goed, als driekwart van het peloton er anders over denkt, dan wordt het natuurlijk heel lastig om dat te controleren. Dus ja, dat gaan we moeten zien bij kilometer nul. We kunnen niks anders doen dan scherp zijn en kijken hoe dat gaat. En dan hopelijk dat er controle komt en dat we naar een massasprint kunnen toewerken. Is het een optie om zelf mee te springen? Ja, als het lastig wordt om te controleren, dan kunnen denk ik beter meezitten dan dat je met de hele ploeg achter 20 man aan moet rijden. Dus in dat opzicht wel. Alleen, ja, dat gaan we moeten zien. Dat kan ik nu natuurlijk niet weten. Girma heeft natuurlijk de snelheid, maar ik denk dat dit in principe ook een dag voor jou moet zijn. Zeker als we ook kijken naar Norway bijvoorbeeld. Ja, nou ja, goed. Kijk, in principe is Biniam gewoon onze sprinter. En probeer ik hem zo goed mogelijk te helpen. En dit ligt hem heel goed en dit ligt mij ook heel goed. Waardoor er hopelijk ik mijn werk beter kan doen. Dat is alleen maar gunstig. En ja, goed, dat zou wel mooi zijn als ik dan daardoor een beter aandeel kan hebben in zijn resultaat. Ja. Dankjewel. Succes.